Wat is er gebeurd, Ivo? Even zitten. Kom maar. Mijn tenen, maat. Goedemiddag, dames en heren. Vandaag presenteer ik u iets helemaal nieuw op Smoor en dat is... Wat is de kans dat live vanaf deze veelste krappe bank voor 3 personen midden in een weiland? En daarbij gaan wij elkaar een challenge geven waar uiteindelijk iemand de lul is en die challenge moet uitvoeren. Oké, de belangrijkste regel van het spel is natuurlijk wel het laagste bot wat is geweest. Daar moet de volgende dus hetzelfde evenaren of eronder gaan zitten. Oké jongens, laten we beginnen. Niels, wat is de kans dat jij Sophie Milsink een videobriefje stuurt dat je haar leuk vindt? Wat is de kans? Spannend. 1 op 20. 1 op 20, oké. 3, 2, 1, 17. Wie neemt hem aan? Ik neem hem aan. Ivo, kom maar. Wat is de kans dat jij Sophie Milsink een videobriefje stuurt dat je er aantrekkelijk en leuk vindt? 1 op 10. 1 op 10. 3, 2, 1, 7. Mis, oké. Jammer. Je moet dus hetzelfde getal allebei zeggen. Oké, Ivo mag hem nou doorpassen, jongens. Oké, ik pas hem door. Rob, ik ga het spannend maken. 1 op 7. Oké. 3, 2, 1, 6. Close. Zo, Scott, ik mag hem weer doorgeven. Ja, ja. Niels, jij bent aan de beurt. 1 op 5. 1 op 5. Oké, jongens, Niels gaat 1 op 5. 1 op 5. Oké. 3, 2, 1, 3. Oh! Jij moet. Hij moet video bericht sturen. Hey Sophie, met Niels. Ik zal je eventjes laten weten dat ik je best een knap meisje vind en dat ik hartstikke graag met je op date zou willen gaan. Samen een drankje doen of misschien naar de film. Laat me even weten of je er zin in hebt. Oké. Killer! Hij is aan het verstuur. Hij is online! Hij is verstuurd! Rob, wat is de kans dat jij een atje schoen doet? Atje schoen. Oké, voor de mensen die niet weten wat een atje schoen is. Atje schoen is iets waarbij jij je schoen pakt, drinken erin giet en daarna in één keer alles opdrinkt. Oké, Rob, wat is de kans? Ja, kijk jongens, ik wil niet uit mijn eigen schoen drinken, dus de kans is 1 op 20. 1 op 20. 3, 2, 1, 19. Oké, jongens, omdat Niels mij dus in de zijk probeerde te nemen, is Niels weer de lul. Dus wat is de kans? Ik ga hem ook hoog inzetten. 1 op 15. 1 op 15. Oké. 3, 2, 1, 6. Oké, jongens. 1 op 5. Ivo, 1 op 5. Ik 1 op 5. Oké. 3, 2, 1, 3. Oké, Rob. Wat is de kans dat jij uit je schoen doet? Minimaal 1 op 5. Hoeveel zeg je? Ik ga het spannend maken, jongens. Ik ga naar 1 op 3. Ja. 3, 2, 1, 2. Ja. Ik ga hem op Ivo geven. Oké, nou, 1 op 2. Hij gaat voor de risky kant. Ik ga voor de risky kant. Ja. 3, 2, 1, 1. Hij moet hem! Ivo moet alle cola maken. Ja, hier, dames en heren. Ja. Ik heb hier echt helemaal geen zin in. Je meen je niet, hè? Ja. Ja, kom maar. Kom maar. Kijk, kom. Ja, wel wat meer. Ja, iets meer. Jongen, nou is je een heel glas. Kijk, ja. Ik ga het even voor de camera laten zien. We hebben alweer extra veel ingedaan voor Ivo, dus... Ik denk ook een slokje. Nee. Hij mocht. Bijvullen. Ja, bijvullen. Dus op te laten zien voor de camera. Jullie... Nou, ik vind het compliment, Ivo, je hebt het goed gedaan. Ik heb een nieuwe challenge. Wat is de kans dat Ivo een gras op gaat eten?
1 op 20. 1 op 20, oké. 3, 2, 1, 13. Helaas. 1 op 5. 1 op 5. We gaan gelijk een stukje dichterbij, jongens. 3. 1. Oh, hij is wel lucky. Ja, nou is Niels. Niels, ja. 1, 3. 4. Oh, hij is wel lucky. Rob. Ja, Rob. Nog dichterbij maken. 1 op 2, jongens. 1 op 2. 1 op 2. Oké, 50-50, hè? 50-50. 50-50, wacht. Kom hem. 3, 2, 1, 1. 2. Oh, ik heb Lucky. Ik mag hem doorgeven. Ik mag hem doorgeven. Even kijken, wie was de pushy? Niels, jij vond ik, jij ging vanaf 1 op 5 ging naar 1 op 4. Ik zeg, jij gaat hem nu ook doen. Ja, 1 op 2, jongens. 3, 2, 1, 1! Ah! Niels gaat gras eten! Lekker voor je! Hey, één voordeel, hoef ik vanavond geen groentes meer te eten bij het avondeten. Ja. Kijk dan. Ik wil dat je dorst slikt. Ja. Ah! Hey, volgens mij zegt hij al. Dorst slikken. Zijn mond er open. Oké, jongens, we zijn weer bij de laatste challenge aangekomen van vandaag. Ik heb een challenge voor Niels. Niels, wat is de kans dat jij op een rijdende auto door dit veld gaat scheuren? Op het dak. Op het dak. Op het dak. Ik heb 6 gras in mijn mond, jongens. 10. Oké, 1 op 10. Rob telt af. Oké. 3, 2, 1, 10. Lucky, lucky. Dat komt vast. Kijk, eigenlijk is het een kutje, dus Ivo, jij verdient gewoon de payback. Nou jongens, kijk, ik wil wel halveren met de helft. Ik zeg 5, 1 op 5. 1 op 5. Oké. 3. Ik tel af. Drie. Je kan niet tellen. 2. 1, 2. God lucky, oké. Okay. Rob, wat is de kans? 1 op 3, jongens. 1 op 3, oké. Niels, stel maar af. 3. 3. 2. 1, 3. Ik heb weer een lucky. Ja. Ik mag hem weer weg gaan geven. En ik vind het eigenlijk ook wel leuk als Niels meer in beweging gaat komen. Desnoods op het dak van de auto. Dus Niels, jij bent aan de beurt. Dus er wordt de kans 1 op 2, jongens. Dus de laagste kans die mogelijk is 50-50. Oh, oh, oh. Of 1 op 3. Ik ga of 1 op 1 op 3. Ja, Niels wel. Bad case. Oké. 3, 2, 1, 3. Als wie al mij die gras laten eten? Jij, yeah, hè? Hè? Jij gaat op het dak. Oké, okay, zeg maar. 1 op 2. 1 op 2? 1 op 2. 1 op 2. Fuck it. Kom maar. 3, 2, 1, 1. Oh! Dus ja, klim er maar op, jongen. Ja, scheuren, Dennis. Scheuren. Ja, ja. Wat is gebeurd, Ivo? Even zitten. Kom maar. Ah, mijn tenen, maat. Ik landde keihard hier op de zand. Ik had al last van mijn teen, jongen. Dat is kutte. Oei. Nou, Ivo Box. In ieder geval goed gedaan. Eerlijk is eerlijk, Ivo. Complimenten. Je hield het best lang vol. Ja, netjes, man. Netjes. Dankjewel. Oké, jongens. Als jullie nou nog iets vets weten wat wij de volgende keer moeten doen bij Wat is de kans dat? Laat het even weten in de reacties. En wellicht zie je jouw challenge volgende keer weer terug bij ons in de video. Dus alle duimpjes omhoog. Zet een reactie neer. Laat ook weten of jullie dit een vet iets vinden. Volg ons op social media. En dan zien we jullie de volgende keer. Later. Hey,
Sophie heeft die reageerd. Ja, zeg, wat is dat? Oh, charmeur.